Vandaag vertel ik jullie over de diverse geheime codes die in de bindwijze van de Anissa zijn verwerkt. Er bestaan wel meer dan 20 verschillende bindwijzen en Anissa soorten. Ik laat jullie vandaag zien waar je op moet letten en hoe je de bindwijze herkent in de Anissa. Bindwijzen kwamen tot stand door verschillende situaties die zich in het dagelijks leven afspeelden. Ik heb hier een aantal prachtige Anissa's en ik ga jullie vertellen per Anissa waar de bindwijze zit, wat de naam van de Anissa is en hoe je hem herkent. Deze Anissa heet Let Them Talk. Het is een Veda Anissa en Veda verwijst naar ruzie of vijand. Dus als een vrouw ruzie heeft met een andere vrouw, wordt deze Anissa gedragen. Let Them Talk. Je herkent hem aan de drie punten aan de achterkant van de Anissa. De Let Them Talk Anissa heeft verschillende versies. Ik heb jullie zojuist de enkele Let Them Talk laten zien. Ik heb nu een dubbele Let Them Talk in mijn hand. Deze herken je door de 5 punten die aan de achterkant van de Anissa zijn verwerkt. Kijk maar. Dan hebben we de derde versie van de Let Them Talk. Dit zijn 3 hoofddoeken die op elkaar zijn gevouwen. En waar de bindwijze, de Let Them Talk, in is verwerkt. Deze heeft meerdere punten aan de achterkant. Ik heb jullie 3 verschillende Let Them Talk Anissa's laten zien. De boodschap blijft hetzelfde, maar de bindwijze is ingewikkelder. We gaan naar de volgende Anissa. Ben je jarig en wil je een extra tintje aan je Anissa geven? Dan wordt deze Anissa gedragen, de Prooisede Anissa. Prooisie betekent gedrapeerd lint en dit wordt rondom de Anissa bevestigd. En zo kan je de jarige herkennen. En deze Anissa wordt voornamelijk gedragen bij kroonjaren. Ik heb hier een Anissa die vernoemd is naar een belangrijke mevrouw in Suriname. Zij was een weldoenster in Paramaribo, mevrouw De Neef. Deze Anissa heet Miss De Neef. Waarom werd deze Anissa naar mevrouw De Neef genoemd? Mevrouw De Neef droeg geen enkele andere Anissa die ik hier op deze tafel heb. Zij droeg alleen deze Anissa en daarom is die Anissa naar haar vernoemd. Miss De Neef Anissa. Je herkent de Anissa omdat een gedeelte van de stof aan de zijkant van de hoofddoek is vastgemaakt met spelden. Ik heb hier een Anissa voor mij en deze heet Finplooi Anissa. Fini betekent fijne en plooi betekent plooien. Deze Anissa wordt gedragen wanneer er iemand is overleden in de familie. De directe familie draagt deze Anissa tijdens de begrafenis. Deze Anissa heb je in het wit, in het grijs, in het paars en in het zwart. Na de begrafenis doet de familie de Anissa weer af. De volgende Anissa die ik laat zien is heel bijzonder. Ik zal het verhaal vertellen wat bij deze bindwijze hoort. Na de afschaffing van de slavernij ging men spelenderwijs communiceren met verschillende bindwijzers die in de Anissa zijn verwerkt. Een vrouw die een geheime afspraak met haar minnaar wou maken, droeg deze Anissa. Deze Anissa heet Kiss Me Quick, I'm Somebody's Wife. En hoe herken je de Anissa? Aan de achterkant. De achterkant van de Anissa doet denken aan de lippen. Zoals je dat kan zien hier, het lijkt op een kusje. Anissa's werden ook gebruikt om onderlinge ruzies met elkaar uit te vechten. Zo kwam er een bindwijze tot stand of bijvoorbeeld een patroon dat afgedrukt werd op de Anissa. De Anissa die ik voor mij heb, die heeft een patroon van 2 personen die elkaar de hand schudden. Maar hoe kwam zo een Anissa tot stand? Als 2 vrouwen ruzie met elkaar hadden, ging een van de vrouwen naar zo'n Anissa-drukkerij en vertelde haar verhaal. Ze vertelde wat de situatie was en daaraan werd ook een gezegde gekoppeld. Het patroon wat ik hier voor me heb, verwijst naar 2 personen die elkaar de hand schudden. Mensen raakten ook geïnspireerd door dieren. Deze Anissa betekent pautere en dat betekent de staart van een pauw. Dit beeld de uitgewaaierde staart van de pauw uit. Ik heb nu verschillende Anissa's laten zien en ik kan jullie nog 1 ding hierover vertellen. Anissa's waren vroeger heel veel waard. Je kon ze bijvoorbeeld belenen.
Dus ze ging naar iemand toe, gaf een Anissa en kreeg daar een bedrag voor. Ook zijn Anissa's heel belangrijk binnen families. Je erft bijvoorbeeld van je oma of een groottante Anissa's en die kan je nog jaren bewaren. Dit was het verhaal over de verschillende geheime codes die in de bindwijze van de Anissa zijn verwerkt. Volgende keer vertel ik jullie over de do's en don'ts bij het dragen van de Anissa. Aboeng!